Hey! Wat de fuck gebeurt hier? Kijk wat op dat bord staat. Ja, ik kan echt niet dit. Rob, ben je er klaar voor? Trouwens, wil je nou nog FIFA kopen? Doe het even op ikwildegoed.nl. Kijk, het is de hardste tot nu toe, kan ik je vast zeggen. Ja, oké, okay, jullie hebben hem dus allemaal gezien, maar ja. Ik als enige nog niet. Dus even doe even een duimpje omhoog. En als je nou FIFA wil kopen, ga even naar ikwildegoed.nl. Een postbode gooit een brief in een bus. Ja. Zegt de buschauffeur, wat moet ik hiermee? Niet leuk. Oh, heb je een postbode gooit een brief in een bus. Zet de busje voor een beetje. Deze schat die dat duurde maar 5 minuten. Vond je nou een leuke mop? Koop een FIFA in. Ja! Ja! Ja, was er niet! Was hij bij de bank zitten? Was bij de bank zitten? Het volgende is aan de hand. We gaan nu live reageren op Raoul's diss-track. Sommigen hebben al gezien. Eigenlijk even alleen rommel. Nee, alleen ik ook niet. Hij is wel lekker. Ik zie Joost. Hoorde ik al verklapt dat Joost... Nee, jij hebt het geraden. Ja, maar kijk, ik reactie twijfel ik nog. Nee, maar jij zegt... Hoe zat er maar eens de volgende ochtend ook op? Nou, ik zie nog een keer dat filmpje terugkijken. Dan zou ik hem gaan filmen. Maar kijk je nou, Lul. Ja, dit is een dit is best een stuk. Ah, kijk die Drake ook in de lucht. Heb je die gezien? Heb je zelf gekregen? Nee, zeker niet. Hey, wat is dit? Mat, wat is dit nou? De hele zomervakantie noem je maar papa. En nu ga jij nu aan het gedrag lopen. Pas, joh, je bent 22 gewoon met je ouders. Ja, pas wel even dat je dat op mij hebt gelegd. Alles wat ik zeg is kutsbitch. Zorg dat je broer weer dicht is. Dat ik zal die als één je bep is. En dan wanneer zodat je nooit een fit meer. Niks voor je nek, je hebt maar aardig gespaard. Maar je hebt laten schrijven door een lid van die baard. Je houdt op zo best en je eentje gaat klaar. Maar pas je veel wat die lines verklaart. Want die jaren met je is er goed. Had je die niet met je vader ontmoet. Zijn van witte loodjes voor aan je voet. Versier op fiets zoals ik op het voet. Dit dat is verwarring, dat zal je verbazen. Lang reageren op views op behazen. Daarnaast een veel subs, je hebt niks te klagen. In de volgende trek ga ik op van harte jaren. Ben je ongelooflijk, hoeveel heb je verdiend? Zoals je bent zegt, 1010. Lang niet geduld dat ik help je een handje. Van anders weer over niks doe ik. Vroeger had ik langer van hoogte vrees. Om rekening naar hoge hoogte race. Ik krijg een boek in deze auto race. Nu is dat wat die voor op heeft. Hey, wat een beetje. Hier een stuk op 8. Gisteren heeft hij je toch daar aangekomen. Met trots, door jouw studie niet in de boel. Dat was jouw schuld. Net als je studie, dat is jouw schuld. Erasmus, please, mag ik nou terug? Ik wil echt naar jij de rol in die brug. En ja, ik wou nog bij mijn gezin. Maar heb je studie al? Ik kon thuis bezorgd. Yes. En nu zit die ouders thuis bezorgd. Leer koken. Wat doe je stoer nou? Kan dat ook lijkt op een boer. Heb je Lucky Petje gezien? Soms een biertje te veel, je mocht in mijn bed was toen nat. Had je stot of een plas? Fakker Matthijs, dat je chick aan de lijn. Jij zo verwaard, die vond ze niet fijn. Had de pinnen gebrekt, maar dat nu me spijt. Sorry naar jou en ook naar je meid. Ah, dat vind ik wel lief. Skuuu! Goed petje nog steeds. Oké, papa. Dan gaat door die polo op die rechterbaan. Die kan niet eens aan de rest toegestaan. En ook gewoon thuis heb ik schijt aan. Ik heb wel alles die voor klaar staan. Hoorde je dat mijn eerste lijst over jou gingen? Ik hoorde het niet eens. Spel even opnieuw af, dat is leuk. Heel snel, op een gegeven moment toen wist ik ook niet dat er een koning die had gekotst of over jou die had gekotst. Zit er ook eens in dat jij had gekotst? Nee, zit er niet in. Ik zei tegen jou, ik zei, Joost, ik dacht jij reageert veel te overdreven. Weet je nog die Doritos? Ja? Duurt 2 dagen, nee, was een mik. Ja, weet je wat dus het leuke was? Ik zat gisteren gewoon met Masha. Dus ik zeg tegen Masha, Masha liet die video van jullie van Doritos zien. Ja.
kut commerciële lucht. Nee. En toen, toen zei ik, hey, jullie hebben toch 2 dagen geschoten? Zij zo, nee, 1. Ik zo, heug al onzegd tegen mij, ja, de zon was onder. Daar heb ik het gisteren met Max van over gehad. Zij zo, nee, we hebben echt maar 1 dag geschoten. Ik zo, oh, dan zou ze wel zijn wezen chillen. Heb ik gewoon dit? Oh, flikkers. Jongen, jongen, jongen. Ik zit nu net zelf de video te editen. Het is de eerste keer dat ik de reactie terug zie. En wat ik op het einde ook zeg. Ze hebben me er gewoon helemaal ingeluisterd. Met, toen ze de clip aan het opnemen waren, wist ik gewoon. Ik heb nog met Raoul gebeld. Toen hij in de studio stond. En Matt die dus gewoon waarschijnlijk naast hem stond. Ik had dit zo niet aanzien komen. Ik heb inmiddels de track misschien al 20 keer gehoord. En je hoort hem ook tijdens de track 5 keer vragen. Om, over wie gaat het. En ik kon het helemaal niet meer volgen. Ik was helemaal van de wap af. Ik wil nog 1 keer duidelijk zeggen dat ik... Ja, ik vind dit zo ziek. Dit is zo ziek gedaan. Door voornamelijk Raoul, zeker ook de bijdrage van Matt. Gewoon het hele verhaal eromheen, de clip en de track van Dorsino en nog Mick. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik moet hier echt nog steeds van herstellen. Tot de volgende keer, vergeet niet te abonneren als je het niet gedaan hebt. En laat de mensen.